Ho, shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. Ik ben Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas video. Het is vandaag vrijdag 14 december of zo. 15 denk ik. Ja, 15. Ik heb een haarband in, want ik heb net mijn make-up gedaan. Dus die ga ik nu even uithalen. En ik moet zo naar school. Het is nu 12 uur. En ik ga dus zo naar school toe. Maar ik moet me nog omkleden, want ik heb in dit shirt geslapen. En ja, ik denk dat ik even een rokje aan ga doen. En ik zou het super leuk vinden als je alvast een blauw duimpje omhoog doet op deze video. En dan zie ik jullie... wat wilde ik zeggen? Een blauw duimpje omhoog doet en even abonneert op mijn kanaal. En het licht is heel blauw hier zo. Oké, ik heb me omgekleed. Ik zal even snel laten zien wat ik aan heb. Zo. Ik heb dit nieuwe rokje aan. Oh, ik hoop niet dat ik met mijn vingers op de microfoon zat. Maar ik heb dus dit nieuwe rokje aan. En deze is van de Bershka. Die kan je ook zien in de video van Vlogmas. Mijn Vlogmas die hiervoor was. En dit shirt, of deze trui, is van Ralph Lauren. En ik ga zo meteen even vertellen waar al mijn sieraden vandaan komen. Want dat werd zoveel gevraagd. Maar ik ga eerst even mijn haar doen. Joe. Oké, ik kan alleen even vertellen welke sieraden ik nu om heb. Want daarna moet ik naar school toe. Als mis ik de trein. Oké, deze ketting met die hartjes. Deze, die is van Joy Jewelry. En als je dit intypt op internet, dan vind je dat gelijk. En je kan het echt bij superveel winkels kopen en ook online. Je moet alleen wel de Bali versie nemen. En niet die andere, want dat is een oplichter ding. Dit kettingje is gewoon van AliExpress. Komt binnenkort een video over. Die ketting met die twee hartjes, die is ook van Joy Jewelry. Dan heb ik deze ring. Die is van Buddha to Buddha. Dat is gewoon die normale. Ik weet even niet meer hoe die heet, sorry. Dit is gewoon een normale ring. Er zit helemaal niks op. Die is van de Six. En deze is ook van Joy Jewelry. Oké, ik ben nu onderweg naar school. Ik heb zo'n band op mijn hoofd. Het is zo koud. En ik vind het zo mega ongemakkelijk om te filmen als er mensen langskomen. Maar ik heb nu tot 5 uur school, dus dat is best wel lang. En ik weet niet of ik daar ga filmen. Maar ik vond het zo leuk om weer een Vlogmas video te doen. En de vraag van mijn sieraden heb ik nu ook gedaan. Ik kreeg er zoveel aparte Insta-DM's over. Dus ik ga nu naar school. Het is nu 1:15. Tot 5 uur. Sorry dat ik niks op school heb gefilmd. Dat kwam omdat... ja, ik weet eigenlijk niet. Ik wist niet wat goed wat ik moest filmen. Ik kan wel onzin dingen gaan filmen. Dat doe ik altijd, maar... ja, ik weet niet. Dus, ik had nog een pakketje gekregen. Volgens mij zijn dit schoolboeken. Ik weet het niet zeker, maar ik ga het even openmaken. En dan ga ik mijn spullen snel inpakken. Want, sorry, dit is heel vervelend als ik twee dingen tegelijk doe. Want ik ga vanaf naar mijn vader toe voor 2 weken. En ik moet ook kleren, heel veel kleren meenemen. Want ik wil namelijk die kleren via United Wardrobe verkopen. Oké, het is maar 1 boekje. Ik dacht dat er 2 waren, maar het is er maar 1. Dus ja, prima. En dat was mijn boekje voor school die ik moest hebben. En ik ga nu even mijn spullen inpakken. Oké, ik ben bij mijn papa. Je hoort zo'n ding op de achtergrond waar lucht uit komt. Ik zie er echt niet uit, maar vanavond komen vrienden van mij. Alleen. Eeuw. Vanavond komen dus vrienden van mij. En ik wil nu nog even mijn kamer opruimen. Want ik ben dus 2 weken bij mijn vader. Dus ik moet even al mijn spullen gaan verplaatsen. Dus dat ga ik nu eventjes allemaal opruimen. En daar kan ik ook gelijk even de spullen uitzoeken die ik ga verkopen. Shit, ik ben nu die spullen van Unite Wardrobe vergeten bij mijn moeder. Shit. Nou ja, dan doe ik dat over 2 weken en dan doe ik de rest gewoon nu. En mijn... ik had hier lampjes hangen, maar die zijn nu weer eraf gevallen. Daar word ik ook echt helemaal gek van. Maar ik ga dus nu even mijn spullen opruimen. En mijn make-up ziet er echt niet uit. Ik ben even opnieuw mijn kleren aan het sorteren en even op volgorde aan het leggen, gewoon van kleur. En wat echt een hele slimme tip is, want ik twijfel altijd wat ik aan mijn rek moet hangen. Dus ik heb nu alles eraf gehaald. En als je iets hebt gedragen, dan draai je dit om. Dus dan hang je het zo op. En op een gegeven moment weet je wat je allemaal hebt gedragen deze maand. En degene die dan zo blijft hangen, weet je dat je niet draagt. Dus dan kan je dat ergens anders doen. Tip van de dag. Let it snow. Let it snow.
1100 jaar later. Ik heb mijn kast opgeruimd. En ik moet echt heel veel gaan wegdoen, want er past echt niks bij. Dus ik heb hier alvast een stapel wat ik sowieso weg kan gaan doen. Ik heb nu nog niet eens heel goed gekeken. Dan heb ik hier gewoon mijn rek. Met al mijn kleding. Wacht, ik laat het even op de andere kant zien. En dan heb ik hier al mijn pants ingedaan. In deze zak van de Topshop. Even mijn pyjama's hierin gedaan, want anders past het gewoon niet. Heb ik hier, ja, mijn zwarte kleding. Oeh. Gelukkig heb ik niet zoveel zwarte kleding. Namelijk glittertopjes, groen, grijs, blauw, roze, wit. Hier heb ik al mijn hemdjes ingedaan. Heerlijke handen. Dan heb ik hier, ja, de rest van mijn kleding die moest hangen. Echt superveel. Hieronder heb ik al mijn BH's. Ondergoed, bikinis. Dan even kijken, t-shirts daarachter, truien, sportkleding, broeken, rokjes, nog meer truien en nog meer broeken. Ja, hier liggen drie rijen achter en hier en hier. Maar dit is of zomerkleding of weet ik veel. Ik heb nu gewoon alleen de kleding die ik heel veel draag hier gelegd. Alsnog lijkt het best wel een rommel, maar het is wel beter. Er pelt gewoon uit. En ja, het ergste is nog dat ik niet eens alles heb opgeruimd. Dus de rest moet ik wel gewoon wegdoen. Dat past niet eens in mijn kamer. Dus dat is een beetje kut. Ik heb wel gelukkig al mijn haarbanden gevonden. Die was ik ongeveer allemaal kwijt. Maar ja, die dingetjes die zijn ook zo klein. En ik ga nog even mijn omkleden en iets aan mijn hoofd doen. Want zo meteen komt Demi. Oké, we gaan even Demi haar favoriete liedje opzetten. Oké, moet jij mee? Helemaal zo, Jens. Zo. Goedenavond, mensen. Ik vind het wel erg jammer. Het scherm staat. Wat vinden jullie van de pet van Justin? Reageer even in de poll. In de poll? Of mijn haar. Zo, jongens, ik heb nog echt een fucking leuk filmpje. Wacht. We zijn vandaag weer met je net. Met je net? Met je net. Heel die video gaat om mijn school, door heel KNG. Iedereen heeft gezien, heel mijn familie. Dames en heren, doe dit niet na. Kijk, wacht, nee, dit filmpje is echt extreem. Even uitzoomen, weet je. Kijk hier, kijk. Kijk, kijk, kijk. Oké, maar we zijn dus bij Janet. En wat gaan we vanavond doen, Janet? Vertel dat eens even aan je lieve kijkertjes. We gaan nu Snapking. 20 jaar vandaag. Hoe heet dat liedje eigenlijk? Poenopje. Nee, District Geo. Oh ja, District Geo. Dus, nagezet. En daarna gaan we Vroom luisteren. Nee, dat al helemaal dat niet. Wat een, sorry mensen, maar wat een kutnummer. Nee, Vroom. Ik vind hem leuk. Vind je hem leuk? Ik vroom. Kijk, ik heb haar vandaag niet gedaan, je weet vroom, toch. Vroom. Je weet toch. Je weet toch. Ja, je luisterkeels. Hier zou je Bram zijn of zo, dat je ook je pet zo. Oh my god. Ja, Bram, dat heb jij heel goed gezien, Demi. District Geo. Geo en de Spark. Oké, ik zeg één ding. Jullie zien. Ja, waar zijn je gekke dance moves nou? Ik hou van je roelop in je race, maar je tikken niet gevreemd. Hij is helemaal niet scherp, je. Uit met het komfort. Wat heb je voor haar plukje hier naast je oor? Uit met je. Nee, het is gewoon nog aan. Ik loop bij mijn moeder in bed. Praten over hoeveel moeders ik heb. Het lijkt om discipline droog. Hallo? Jouw carrière keer in de vlog. Kijk op. Laat je aan? Kijken, hè. Dames en heren. Goud. Het is je boy. Wat gebeurt er nou? Meestal. Elke keer gewoon shit. Wat een gezelligheid. Oh, okay. Ja, een beetje als je gaat slapen. Als je eenzaam bent en je ligt in bed en dan ga je zo dit doen. Hij is eigenlijk wel goed zo. Hij is afgevallen, hè? Mijn oog is helemaal rood. Er zat net iets in mijn oog. Kijk eens. Ik ben Justin. Ik ben 19 jaar oud en wij gaan even nadoen hoe Femke Louise live zingt. We gaan even nadoen hoe Femke Louise live zingt. Ze zit op de microfoon, dat kan ik vandaag. In mijn chakka met bont draag. Kijk, daarnet stond ik hier zo. Toen kwam Bram hier met zijn hoofd tussen. In het begin was het niks. Maar ja, dat heeft hij net even bij mij. Oh, de camera is vol. Stop. Hallo, ik heb net alles goed opgehangen. Dames en heren, je moet bijna wel filmen. Oké.
Attentie voor Justin. Ladies and gentlemen, the battle of the Gentlemen. Voice of Holland. Onze eerste deelnemer is Demi van Haar. Woo! En onze tweede deelnemer is Janette Stillehoer. Kijk, Demi heeft deze fucking leuke trui. Live like a wolf. Right on time. Dus je bent dus zo groot voor mijn hoofd. Ik heb het van hier, ik doe steeds alles goed. Oké, dus iedereen is weg. Dus ik ga lekker slapen. Ik ga mijn make-up eraf halen. Ik ga de vlog morgen bewerken. Sorry als die kort is geworden. Maar dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Ik zou het super leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal.